Les 1. Modekeuzes Hallo Anna, wat dacht je van deze gele bloemenbloezen? Het ziet er geweldig uit. Laten we het eens proberen. Hallo John, ik ben dol op de kleur en het patroon. Natuurlijk, laten we het eens proberen. Geweldig, ik denk dat het je tent zal aanvullen en je outfit zal opfleuren. Bedankt. Ik waardeer je modeadvies. Je bent van harte welkom. Ik help je graag verschillende stijlen te ontdekken. Nieuwe kleren proberen is altijd spannend. Het is net een mini modeshow. Absoluut. Het is leuk om te experimenteren en te ontdekken wat het beste bij ons paast. Deze blouse voelt comfortabel aan en de stof is zacht. Ik vind het leuk. De pasvorm paast perfect bij jou. Het verbetert je figuur en ziet er stijlvol uit. Ik ben blij dat je dat denkt. Het is belangrijk om vertrouwen te hebben in wat we dragen. Zeker. Zelfvertrouwen is essentieel om elke outfit stijlvol te maken. Ik ben dankbaar voor je modeinzichten. Je hebt een goed oog voor trends. Bedankt. Ik vind het leuk om op de hoogte te blijven van de mode en mijn gedachten te delen. Het is waardevol om een vriend te hebben die eerlijke meningen kan geven over modekeuzes. Ik ben blij dat ik die vriend voor je ben. Mode is een vorm van zelfexpressie. Het stelt ons inderdaad in staat om onze persoonlijkheid en creativiteit te tonen. Mode heeft de kracht om ons een goed gevoel te geven en ons gevoel van eigenwaarde te vergroten. Daar ben ik het helemaal mee eens. Bedankt voor je modebegeleiding. Je bent van harte welkom. Het is altijd leuk om met jou over mode te praten. Laten we doorgaan met het ontdekken van nieuwe stijlen en plezier beleven aan onze modekeuzes. Absoluut! We staan klaar om onze unieke modereizen te omarmen. Proost! Ik wens je een dag vol stijlvolle momenten en vertrouwen. Hetzelfde geldt voor jou. Wees voorzichtig en rok je modekeuzes met trots. Les 2: Aankomst van bagage. Hallo Anna, geweldig! Ik hoop dat onze bagage snel aankomt. Ik kan niet wachten om me op te frissen. Hallo John, ik ben ook enthousiast. Het is een lange reis geweest. En ik kan wel wat kleren gebruiken. Zeker! Als we onze bagage hebben, voelen we ons comfortabeler en zijn we klaar om op ontdekkingstocht te gaan. Ik kijk er naar uit om me op te frissen en me klaar te maken voor ons avontuur. Het zal leuk zijn om al onze benodigdheden en persoonlijke spullen bij ons te hebben. Ik hoop dat onze bagage zonder vertragingen of problemen aankomt. Ik ook. Laten we het bagageafhaalgebied in de gaten houden en optimistisch blijven. Absoluut. Positief denken kan positieve resultaten opleveren. Ik zie wat beweging in de bagageband. Misschien komt onze bagage binnenkort. Dat is spannend. Laten we geduldig blijven en wachten tot onze tassen verschijnen. Ik heb onze koffers gezien. Ze komen nu langs de lopende band. Eindelijk. Ik kan niet wachten om de mijnen te pakken en naar het hotel te gaan. Bedankt voor je geduld en steun tijdens dit hele proces. Les 3. Lichaamsbeweging en stressvermindering. Hallo Anna, ik heb gehoord dat sporten het stressniveau kan verminderen. Dat is waar. Wat dacht je ervan om te gaan hardlopen? Hallo John, absoluut. Lichaamsbeweging maakt endorfine vrij, wat helpt om stress te verminderen. Dat is geweldig om te weten. Een rondje hardlopen in het park klinkt als een verfrissende manier om tot rust te komen. Buiten hardlopen kan ook zorgen voor een verandering van omgeving en ons verbinden met de natuur. Daar ben ik het mee eens. In de natuur zijn heeft een kalmerend effect op lichaam en geest. Bovendien stelt hardlopen ons in staat om ons te concentreren op het huidige moment en onze gedachten te zuiveren. Het is een vorm van actieve meditatie die ons kan helpen stress en spanning los te laten. Bovendien kan de fysieke inspanning tijdens het hardlopen helpen om opgebouwde energie en frustratie los te laten. Dat is waar. Het is als een natuurlijke stressverlichter en we zullen ons daarna meer ontspannen voelen. We kunnen ook andere vormen van lichaamsbeweging verkennen, zoals yoga of dansen, om stress te verminderen. Afwisseling is de sleutel. Door verschillende activiteiten uit te proberen, blijven we betrokken en gemotiveerd. En als we regelmatig sporten, kan dat op lange termijn voordelen hebben voor ons algehele welzijn. Bedankt voor het voorstellen van deze stressverlagende activiteit. Ik waardeer je inzicht. Les 4: Gemotiveerd blijven. Hi Anna, great. See you then. See you at 6. Stay motivated. Hallo John, dat zal ik doen. Ik kijk er naar uit. Tot later. Onthoud dat gemotiveerd blijven essentieel is om onze doelen te bereiken. Absoluut. Door onze doelen voor ogen te houden, blijven we gefocust en vastberaden. Laten we onszelf eraan herinneren waarom we begonnen zijn en welke beloningen ons te wachten staan. Het visualiseren van succes kan ons een extra duwtje in de rug geven als de motivatie wankelt. Het is belangrijk om onderweg kleine overwinningen te vieren om gemotiveerd te blijven. Het erkennen van vooruitgang vergroot ons vertrouwen en houdt ons op de been. Als we tegenslagen tegenkomen, laten we dan niet vergeten dat ze deel uitmaken van de reis. We kunnen leren van tegenslagen en ze gebruiken als springplank naar verbetering. Onszelf omringen met positieve invloeden kan ons ook gemotiveerd houden. Vrienden aanmoedigen, inspirerende boeken of opbeurende muziek kunnen verschil maken. En laten we de kracht van zelfzorg niet vergeten. Door voor onszelf te zorgen, blijven we energiek. Zelfzorg voedt onze geest en lichaam en vormt een sterke basis voor motivatie. Bedankt voor je inzet en steun. Ik waardeer je aanwezigheid op deze reis. Les 5 Plezier met bordspellen. Hallo Anna. Probeer het de volgende keer. Geweldig! Bordspellen zijn perfect voor. Hallo John. Daar ben ik het mee eens. Ze bieden entertainment en mogelijkheden om te socializen. Bordspellen verbeteren ook kritisch denken en strategische vaardigheden. Absoluut. Ze dagen onze geest uit en houden ons betrokken. Wat zijn enkele van je favoriete bordspellen? Ik geniet van klassiekers zoals Monopoly en Scrabble, maar ik sta er ook voor open om nieuwe te proberen. Hier ook. Het verkennen van verschillende games houdt de ervaring fris en spannend. Heb je coöperatieve bordspellen gespeeld? Ja, games zoals Pandemic of Forbidden Island, waar spelers samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Coöperatieve spellen bevorderen teamwerk en communicatieve vaardigheden. Ze zijn een geweldige manier om een band op te bouwen met vrienden en familie terwijl je plezier hebt. Ik hou ook van trivia-spellen. Ze testen onze kennis en leiden tot interessante gesprekken. Trivia-spellen zijn niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Dat is waar. We kunnen al spelend nieuwe feiten leren en onze kennis uitbreiden. Bedankt voor het delen van je gedachten over bordspellen. Ik waardeer je enthousiasme. Les 6: Creatieve samenwerkingen. Hallo Anna, heb je ooit gehoord van het creatieve duo Gilbert en Sullivan? Hallo John, ja, ze waren een bekend paar dat bekend stond om hun operettes, toch? Dat is juist. Gilbert schreef de grappige en komische libretto's, terwijl Sullivan de muziek componeerde. Het is fascinerend hoe hun samenwerking hun werken tot leven heeft gebracht. Aan de andere kant dachten sommigen dat Sullivan de meeste eer kreeg voor hun succes. Dat is interessant. Het is jammer als iemands bijdragen over het hoofd worden gezien in een partnerschap. Ja, samenwerkingen vereisen erkenning en waardering voor de unieke talenten die elke persoon met zich meebrengt. Absoluut. Het is belangrijk om de bijdrage van alle teamleden te erkennen en te waarderen. Samenwerking zorgt voor een synergie van ideeën en vaardigheden, wat leidt tot meer creativiteit en succes. Het combineren van verschillende perspectieven en expertise leidt inderdaad vaak tot innovatieve resultaten. Het is ook cruciaal om open te communiceren en elkaars mening te respecteren tijdens samenwerkingen. Actief luisteren en constructieve feedback spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van een productief partnerschap. Dat is waar. Door een open dialoog worden creatieve oplossingen geboren en verfijnd. Samenwerkingen kunnen ons ook waardevolle lessen leren over compromissen en het vinden van raakvlakken. Ja, het vermogen om een evenwicht te vinden tussen verschillende ideeën is essentieel voor een harmonieus partnerschap. Precies. Het gaat erom diversiteit te omarmen en deze te gebruiken om iets echt opmerkelijks te creëren. Samenwerking is een krachtig instrument dat tot buitengewone prestaties kan leiden. Bedankt voor het bespreken van het belang van creatieve samenwerkingen, het is een waardevolle les voor elke onderneming. Les 7. Actieve deelname aan de eredienst. Hallo Anna, ben je ooit betrokken geweest bij een religieuze dienst? Hallo John, ja, ik heb de gelegenheid gehad om deel te nemen aan verschillende religieuze diensten. Dat is interessant. Aan dergelijke diensten nemen leden meestal actief deel, toch? Absoluut. Ze kunnen de zang leiden, uit de Bijbel lezen en bidden voor de gemeente. Het is geweldig om te zien hoe iedereen samenkomt om bij te dragen aan de aanbiddingservaring. Actieve participatie zorgt voor een gevoel van eenheid en betrokkenheid binnen de gemeenschap. Ik kan me voorstellen dat het ook een diepere verbinding met iemands geloof en spiritualiteit bevordert. Ja, door actief betrokken te zijn, kunnen individuen op persoonlijk niveau nadenken over en contact maken met hun overtuigingen. Zijn er specifieke rollen of verantwoordelijkheden die mensen tijdens deze diensten op zich nemen? Ja, sommigen kunnen als bodes fungeren en de aanwezigen verwelkomen en assisteren, terwijl anderen kunnen deelnemen aan koor- of muziekuitvoeringen. Het is inspirerend om getuige te zijn van de verschillende talenten en geschenken die mensen naar de eredienst brengen. Absoluut. De bijdrage van elke persoon voegt een uniek element toe aan de algehele ervaring. Ik kan me voorstellen dat de sfeer gevuld is met eerbied en een gevoel van gemeenschap. Ja, er is een collectieve energie en een gedeeld doel dat de gebedsruimte doordringt. Het moet een zinvolle ervaring zijn om samen met anderen actief deel te nemen aan de eredienst. Dat is het echt. Het stelt individuen in staat om niet alleen contact te maken met hun geloof, maar ook met hun mede-aanbidders. Bedankt voor het delen van je inzichten over actieve deelname aan de eredienst. Het is een waardevol aspect van de religieuze praktijk. Ik waardeer onze discussies. Laten we doorgaan met het verkennen van de verschillende facetten van spiritualiteit en geloof. Inderdaad, laten we eens kijken naar de schoonheid van verschillende religieuze praktijken en de manieren waarop ze mensen bij elkaar brengen. Les 8: Breed bestuur. Hallo Anna, heb je ooit gehoord van een breed bestuur? Hallo John, ja, het verwijst naar een administratie die op een brede en inclusieve basis is gevormd. Dat is juist. Het weerspiegelt de duidelijke wil van het parlement en de natie om een alomvattende vertegenwoordiging te hebben. Het is belangrijk dat een regering verschillende perspectieven en stemmen omvat. Absoluut. Een breed bestuur houdt rekening met de behoeften en belangen van verschillende groepen. Het zorgt ervoor dat beslissingen op een eerlijke en inclusieve manier worden genomen. Wanneer een regering een brede basis heeft, kan ze effectief tegemoetkomen aan de zorgen van het hele land. Het bevordert ook meer vertrouwen en vertrouwen in de overheid. Wanneer mensen zichzelf vertegenwoordigd zien, voelen ze inderdaad een gevoel van eigenaarschap en participatie. Het bevordert een sterker gevoel van nationale eenheid en samenwerking. Het is cruciaal dat de regering reageert op de wil van het parlement en de natie. Ja, de overheid moet haar acties afstemmen op de wensen en ambities van de mensen. Door op een zo breed mogelijke basis te worden opgevat. Kan het bestuur de natie beter van dienst zijn? Het zorgt ervoor dat de overheid verantwoording aflegt en zich inzet voor al haar burgers. Bedankt voor het bespreken van het concept van een breed bestuur. Het is een belangrijk aspect van democratisch bestuur. Ik waardeer onze gesprekken. Laten we doorgaan met het onderzoeken van de principes die ten grondslag liggen aan effectief bestuur. Absoluut. Laten we streven naar inclusief en representatief leiderschap voor de verbetering van de samenleving. Les 9: Nieuwe restaurants ontdekken. Hallo Anna. Ik ga meestal naar binnen met een lijst met aanbevelingen van vrienden en online recensies. Het helpt me geweldige plekken te vinden om te eten. Hallo John, dat is een slimme aanpak. Aanbevelingen en recensies kunnen u waardevolle inzichten geven in de eetervaring. Absoluut. Het is altijd goed om over de positieve ervaringen van anderen te horen en een idee te krijgen van wat je kunt verwachten. Daar ben ik het mee eens. Het kan je behoeden voor mogelijke teleurstellingen en je helpen verborgen juweeltjes te ontdekken. Soms probeer ik ook graag nieuwe keukens of gerechten uit die ik nog nooit heb gegeten. Het maakt de eetervaring nog spannender. Het ontdekken van nieuwe keukens is een geweldige manier om je culinaire horizon te verbreden en nieuwe smaken te ontdekken. Precies, het is alsof je aan een culinair avontuur begint zonder de stad te verlaten. Als je nieuwe gerechten probeert, kan het handig zijn om te beginnen met populaire gerechten of de ober om aanbevelingen te vragen. Dat is een goede tip. Begeleiding krijgen van het personeel dat goed geïnformeerd is over de keuken kan de ervaring verbeteren. Absoluut. Ze kunnen inzicht geven in de smaken en ingrediënten en zelfs combinaties voorstellen voor een complete maaltijd. Ik let ook op de sfeer van het restaurant. De sfeer kan van grote invloed zijn op de algehele eetervaring. De sfeer bepaalt de sfeer en kan een maaltijd nog memorabeler maken. Of het nu gezellig en intiem is of levendig en energiek. Ja, een goed ontworpen interieur en comfortabele stoelen kunnen een aangename omgeving creëren om van de maaltijd te genieten. Een ander aspect om rekening mee te houden is de service. Het vriendelijke en attente personeel zorgt ervoor dat u zich welkom voelt en de eetervaring verbetert. Uitstekende service kan de algehele ervaring verbeteren en een blijvende indruk achterlaten. Aan de andere kant kan slechte service zelfs het lekkerste eten overschaduwen. Dat is waar. Service speelt een cruciale rol bij het creëren van een positieve eetervaring. Een ander ding dat ik overweeg is de betaalbaarheid van het restaurant. Ik vind het leuk om plekken te vinden die een goede prijs-kwaliteitverhouding bieden. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen kwaliteit en betaalbaarheid. Lekker eten hoeft niet altijd duur te zijn. Absoluut. Soms vind je verborgen pareltjes die heerlijk eten aanbieden tegen redelijke prijzen. Ik vind het ook leuk om lokale voedselmarkten of eetfestivals te verkennen. Ze bieden een breed scala aan opties op één plek. Voedselmarkten en festivals zijn een geweldige manier om verschillende keukens te proeven en te genieten van lekkernijen op straat. Het is als een feest van eten, waar je de smaken en culinaire tradities van verschillende culturen kunt ervaren. En vergeet niet je eigen smaakpapillen te vertrouwen. Soms is de beste manier om een geweldig restaurant te vinden door je instinct te volgen. Je hebt gelijk. Onze smaakvoorkeuren zijn uniek. En wat misschien geweldig is voor iemand anders. Paast misschien niet bij onze smaak. Precies. Het draait allemaal om het vinden van wat bij je paast en om te genieten van de ervaring. Nou, ik ben verheugd om een aantal nieuwe restaurants uit te proberen op basis van aanbevelingen en verschillende keukens te ontdekken. Dat klinkt als een heerlijk plan. Ik wens je veel heerlijke maaltijden en onvergetelijke eetervaringen. Bedankt. Hier is het om nieuwe smaken te ontdekken en culinaire herinneringen te creëren. Les 10. Navigeren in de supermarkt. Hallo Anna. Heb je enig idee waarom zuivelproducten meestal achter in de supermarkt staan? Hallo John, de plaatsing van zuivelproducten aan de achterkant is een strategische regeling voor een betere winkelstroom en klantervaring. Ah, ik snap het. Dus het is dan niet gewoon een willekeurige plaatsing? Nee, het is opzettelijk. Door zuivel achterin te plaatsen, moeten klanten door de hele winkel lopen. Waardoor de kans op impulsaankopen groter wordt. Dat is logisch. Ik heb gemerkt dat ik vaak meer koop dan ik aanvankelijk had gepland als ik melk ga kopen. Het overkomt veel mensen. Winkels organiseren hun indeling strategisch om de verkoop te maximaliseren en klanten aan te moedigen meer producten te ontdekken. Ik denk dat het een slimme bedrijfsstrategie is. Zijn er nog andere redenen voor deze plaatsing? Ja, een andere reden is dat zuivelproducten koud bewaard moeten worden. Dus als je ze aan de achterkant plaatst, blijven ze dichter bij het gekoelde gedeelte. Ah, dat is praktisch. Het helpt de versheid van de zuivelproducten gedurende de dag te behouden. Precies. Het is essentieel om zuivelproducten op de juiste temperatuur te bewaren om bederf te voorkomen en de kwaliteit te behouden. Dat is goed om te weten. Zijn er nog andere afdelingen in de supermarkt met specifieke plaatsingsstrategieën? Zeker. Het is gebruikelijk om essentiële spullen zoals brood, eieren en producten bij de ingang te plaatsen. Het trekt klanten aan en zorgt voor een frisse en uitnodigende sfeer. Dat heb ik ook gemerkt. De kleurrijke uitstalling van groenten en fruit bij de ingang trekt altijd mijn aandacht. Het is een techniek genaamd, de decompressiezone, waar klanten worden verwelkomd met verse en visueel aantrekkelijke producten. Interessant. Het geeft een positieve eerste indruk en maakt me enthousiaster om te winkelen. Absoluut. Supermarkten gebruiken verschillende plaatsingsstrategieën om de winkelervaring gemakkelijk en plezierig te maken. Zijn er tips die je kunt delen om efficiënt door de supermarkt te navigeren? Zeker. Het is handig om een boodschappenlijstje te maken en deze te ordenen op basis van de indeling van de winkel. Op deze manier kunt u tijd besparen en terugballen voorkomen. Dat is een goede tip. Ik ga vaak heen en weer omdat ik mijn lijst niet goed heb gepland. Als u zich bewust bent van tactieken voor productplaatsing. Kunt u bovendien bewuste winkelbeslissingen nemen en onnodige aankopen vermijden? Ik zal dat in gedachten houden. Door rekening te houden met mijn winkelgewoonten kan ik me aan mijn budget houden en impulsaankopen vermijden. Absoluut. Het draait allemaal om een slimme en geïnformeerde shopper te zijn. Nou. De volgende keer dat ik boodschappen ga doen, zal ik meer aandacht besteden aan de indeling en plaatsingsstrategieën van de winkel. Dat is een goede aanpak. Het is interessant om te zien hoe winkels hun layouts optimaliseren om een betere winkelervaring te creëren. Inderdaad. Bedankt voor het delen van deze inzichten. Ik waardeer het. Les 11: Hulp bij reizen en bagage. Hallo Anna, natuurlijk bieden we hulp met bagage. Hoeveel tassen heb je? Hallo John, ik heb twee koffers en een handbagage. Is dat goed? Absoluut. Onze medewerkers helpen u graag met uw bagage. Het is altijd handig om hulp te hebben, vooral tijdens het reizen. Dat is geweldig om te horen. Het kan een uitdaging zijn om meerdere koffers zelf te beheren, vooral op drukke luchthavens of stations. Precies. Als u iemand heeft die u helpt, bespaart u niet alleen de fysieke belasting, maar zorgt u ook voor gemoedsrust. Daar ben ik het mee eens. Zo kun je je concentreren op andere aspecten van je reiservaring zonder je zorgen te hoeven maken over je koffers. Onze bagagedienst zorgt voor een vlottere overgang van het ene punt naar het andere, of het nu gaat om inchecken op de luchthaven of het instappen in een trein. Dat is erg nuttig. Het is geruststellend om te weten dat er iemand is om me door het proces te begeleiden. Absoluut. Ons personeel is opgeleid om bagage efficiënt en veilig te behandelen, zodat uw spullen goed worden verzorgd. Dat is een opluchting. Ik maak me altijd zorgen dat mijn tassen verloren gaan of beschadigd raken tijdens het transport. We begrijpen uw zorgen en daarom geven we prioriteit aan de veiligheid en beveiliging van uw bagage tijdens de reis. Ik waardeer dat. Het is geruststellend om te weten dat mijn tassen in goede handen zijn. Daarnaast kunnen onze medewerkers informatie en hulp bieden met betrekking tot bagagebeperkingen en eventuele benodigde documentatie. Dat is handig. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels en voorschriften als het gaat om reizen met bagage. Absoluut. Als u goed geïnformeerd bent, voorkomt u op het laatste moment verrassingen of problemen op de luchthaven of op het station. Ik ben blij dat uw service dat aspect ook omvat. Het laat zien dat je klanttevredenheid en gemak waardeert. Klanttevredenheid is onze topprioriteit. We streven ernaar om uw reiservaring zo soepel en aangenaam mogelijk te maken. Dat is fantastisch om te horen. Het is geruststellend om te weten dat ik tijdens mijn reis op uw hulp kan rekenen. We zijn er om uw reiservaring stressvrij en onvergetelijk te maken. Aarzel niet om contact op te nemen als je meer hulp nodig hebt. Bedankt. Ik waardeer je hulp en zekerheid. Het geeft me gemoedsrust voor mijn komende reis. Je bent van harte welkom. We zijn u graag van dienst. Nog een fantastische reis. Les 12: Een nieuwe stad verkennen. Hallo Anna, dat klinkt spannend. Heb je iets interessants gevonden in de stad? Hallo John, ja, ik heb een aantal ongelooflijke plekken ontdekt om te bezoeken en te verkennen. Dat is fantastisch. Ik ben altijd op zoek naar unieke attracties en verborgen pareltjes als ik reis. Het is zo leuk om de minder bekende plekken te ontdekken. Een plek die mijn aandacht trok is de plaatselijke kunstgalerie. Kunstgalerieën kunnen fascinerend zijn. Wat voor soort kunst tonen ze? Ze hebben een gevarieerde collectie: variërend van traditionele schilderijen tot hedendaagse sculpturen. Het is een lust voor het oog. Dat is geweldig. Het is een geweldige kans om de lokale kunstscène te waarderen en meer te weten te komen over de cultuur. Absoluut. Ik geloof dat kunst de ziel van een stad en haar mensen weerspiegelt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Kunst heeft een manier om de essentie en de geest van een plek vast te leggen. Naast de kunstgalerie kwam ik ook een levendige straatmarkt tegen. Straatmarkten zijn altijd levendig en vol verrassingen. Wat kun je daar vinden? Je vindt er alles: van verse producten en lokaal handwerk tot heerlijk straatvoedsel. Het is een zintuiglijk genot. Dat klinkt geweldig. Het verkennen van lokale markten is een fantastische manier om jezelf onder te dompelen in de lokale cultuur en smaken. Daar ben ik het helemaal mee eens. De markt bruist van de activiteit en geeft je een kijkje in het dagelijkse leven van de stad. Ben je opmerkelijke bezienswaardigheden of historische bezienswaardigheden tegengekomen? Ja. Ik heb een oude kathedraal bezocht met prachtige architectuur en ingewikkelde glasinloodramen. Kathedralen hebben vaak een rijke geschiedenis en architectonische wonderen. Het moet ontzagwekkend zijn geweest. Dat was het echt. Ik heb me urenlang verwonderd over de ingewikkelde details en heb genoten van de serene sfeer. Door historische plekken te verkennen, kunnen we contact maken met het verleden en het vakmanschap van eerdere generaties waarderen. Absoluut. Het is alsof je een stap terug in de tijd neemt en de wortels van de stad begrijpt. Heb je lokale gerechten geprobeerd? Ik vind dat nieuwe gerechten proberen een must is als ik op een nieuwe plek ben. Oh, zeker. Ik heb me overgegeven aan de lokale delicatessen, van aromatisch straatvoedsel tot traditionele gerechten in gezellige restaurants. De lokale keuken ontdekken is een culinair avontuur op zich. Het is een geweldige manier om de smaken van de stad te ervaren. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het eten hier was een heerlijke verrassing. En ik kan er geen genoeg van krijgen. Het klinkt alsof je een geweldige tijd hebt om de stad te verkennen. Ik ben benieuwd naar meer over je avonturen. Bedankt. Ik geniet echt van elk moment. Er is hier zoveel te zien en te ontdekken. Ik ben blij dat te horen. Blijf ontdekken en dompel jezelf onder in de schoonheid van de stad. Veilige reizen. Les 13: Onderhandelen over huurovereenkomst. Hallo Anna, we hadden gehoopt op een kortere termijn voor de huurovereenkomst. Is dat iets dat we kunnen bespreken? Hallo John. Ik begrijp je voorkeur voor een kortere termijn. Laten we eens kijken welke opties we kunnen verkennen. Dat zou geweldig zijn. We zijn op zoek naar flexibiliteit voor het geval onze plannen in de nabije toekomst veranderen. Flexibiliteit is inderdaad belangrijk. Een overeenkomst op kortere termijn zou u de vrijheid geven om u aan te passen als dat nodig is. Precies. Is er een mogelijkheid om te onderhandelen over de maandelijkse huur op basis van de kortere duur? Ik denk dat we een middenweg kunnen vinden. Laat me contact opnemen met mijn manager en kijken of we een gunstiger tarief kunnen bieden. Bedankt. We waarderen uw inspanningen om aan ons verzoek te voldoen. Het is mij een genoegen. We waarderen de tevredenheid van onze huurders en streven er naar oplossingen te vinden die voor iedereen werken. Dat is geweldig om te horen. We zijn onder de indruk van het pand en willen graag doorgaan als we tot een akkoord kunnen komen. Ik ben blij te horen dat u tevreden bent over de accommodatie. We zullen ons best doen om de huurvoorwaarden gunstig voor u te maken. Zijn er naast de duur en de huur nog andere voorwaarden die we kunnen bespreken of onderhandelen in de overeenkomst? Zeker. We kunnen aanpassingen van de borgsom of andere clausules overwegen waarover u zich zorgen maakt. Dat is geruststellend. Een huurovereenkomst die aansluit bij onze behoeften zou ons gemoedsrust geven. Ik begrijp het volledig. Het is belangrijk om duidelijke voorwaarden te hebben waar beide partijen zich prettig bij voelen. Is er aanvullende documentatie of papierwerk nodig voor een overeenkomst op kortere termijn? Het is mogelijk dat we de huurovereenkomst moeten bijwerken en de nodige aanpassingen moeten aanbrengen om de nieuwe voorwaarden weer te geven. Begrepen. We zijn bereid om samen te werken en alle benodigde informatie of documenten te verstrekken. Ik waardeer je medewerking. Het helpt het proces te stroomlijnen en zorgt voor een soepele overgang. Bedankt. We hopen dat we tot een overeenkomst kunnen komen die geschikt is voor beide partijen. Je bent van harte welkom. Ik geef je voorkeuren door aan mijn manager en neem zo snel mogelijk contact met je op. We waarderen uw snelle aandacht voor deze kwestie. Ik kijk ernaar uit om van je te horen. Les 14: Waterdicht en stijlvol. Hé hey Anna, heb je die waterdichte en stijlvolle gadgets gezien? Ik wil er een voor mezelf. Hallo John. Ja, ze zijn tegenwoordig behoorlijk populair. Het is een goed idee om een apparaat te hebben dat bestand is tegen water en er toch modieus uitziet. Absoluut. Het is handig om een gadget te hebben dat onbedoeld morsen aan kan of zelfs zonder zorgen kan worden gebruikt bij buitenactiviteiten. Waterdichte apparaten zijn ontworpen met speciale afdichtingen en coatings om ze te beschermen tegen waterschade. Ze zijn behoorlijk duurzaam. Dat is indrukwekkend. Het is geweldig om te weten dat de technologie is gevorderd om onze gadgets beter bestand te maken tegen water. Inderdaad. En niet alleen smartphones of tablets zijn verkrijgbaar in waterdichte opties. Er zijn ook stijlvolle waterdichte horloges en koptelefoons verkrijgbaar. Dat is fantastisch. Het is een perfecte combinatie van functionaliteit en esthetiek. Ik zou graag een stijlvol waterdicht horloge willen hebben. Er zijn veel opties om uit te kiezen, met verschillende ontwerpen en functies. Je kunt er een vinden die bij je stijl en voorkeuren paast. Dat is geweldig om te horen. Ik zal er zeker naar kijken. Het is belangrijk om een apparaat te hebben dat ook onze persoonlijke smaak weerspiegelt. Absoluut. Onze gadgets worden vaak een verlengstuk van onszelf. Dus het is leuk als ze onze individualiteit kunnen laten zien. Behalve dat ze waterdicht en stijlvol zijn, waardeer ik ook apparaten met gebruiksvriendelijke interfaces en intuïtieve bediening. Dat is een geldig punt. Gebruiksgemak en een naadloze gebruikerservaring verhogen de algehele tevredenheid die we uit onze Gatsets halen. Zeker. Het is frustrerend als we te maken hebben met ingewikkelde menus of verwarrende instellingen. Fabrikanten worden zich steeds meer bewust van het belang van gebruiksvriendelijke ontwerpen. Ze streven ernaar apparaten te maken die intuïtief en gemakkelijk te navigeren zijn. Dat is een positieve trend. Technologie moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht hun technische expertise. Daar ben ik het mee eens. Het geeft kracht wanneer technologie ons leven verbetert en onze dagelijkse taken vereenvoudigt. Absoluut. Laten we technologie blijven omarmen die aan onze behoeften voldoet en tegelijkertijd onze persoonlijke stijl weerspiegelt. Goed gezegd. Dit is de perfecte combinatie van functionaliteit, stijl en gebruiksgemak in onze gadgets. Proost! Mogen we de waterdichte en stijlvolle apparaten vinden die ons leven echt verbeteren en een statement maken? Les 15: Essentiële reisartikelen Hallo Anna, ik maak me klaar voor mijn reis. Heb je suggesties voor essentiële reisartikelen? Hallo John, absoluut. Het is belangrijk om slim in te pakken en alle benodigde spullen bij de hand te hebben. Waar denk je aan? Nou, ik zal ervoor zorgen dat ik een stevige koffer met wielen heb om gemakkelijk te kunnen manoeuvreren op de luchthaven. Dat is een uitstekend punt. Een betrouwbare koffer kan je reiservaring veel soepeler maken. Ik neem ook een veelzijdige reisadapter mee om ervoor te zorgen dat ik mijn apparaten overal kan opladen. Dat is een must. Verschillende landen gebruiken verschillende soorten stopcontacten, dus een reisadapter is essentieel. Ik maak een checklist om ervoor te zorgen dat ik alle toiletartikelen heb die ik nodig heb, zoals tandpasta, shampoo en zonnebrandcrème. Goed idee. Het is beter om ze klaar te hebben staan in plaats van te vertrouwen op hotelvoorzieningen of ze op je bestemming te kopen. Absoluut. Ik neem ook een draagbare oplader mee om mijn apparaten van stroom te voorzien tijdens lange vluchten of busritten. Dat is een slimme zet. Een draagbare oplader kan levensreddend zijn als je geen toegang hebt tot een stopcontact. Ik neem een reiskussen en een oogmasker mee voor een comfortabelere nachtrust tijdens de reis. Dat is een geweldig idee. Even uitrusten tijdens het reizen kan een groot verschil maken in hoe je je voelt als je aankomt. Ik zorg ook voor een kleine EHBO-doos met benodigdheden zoals pleisters, pijnstillers en eventuele benodigde medicijnen. Dat is verstandig. Het is altijd goed om voorbereid te zijn op eventuele kleine gezondheidsproblemen die zich tijdens uw reis kunnen voordoen. Ik neem een herbruikbare waterfles mee om gehydrateerd te blijven en plastic afval te helpen verminderen. Dat is een verantwoorde keuze. Gehydrateerd blijven is belangrijk en het gebruik van een herbruikbare fles is milieuvriendelijk. Ik voeg een wasmiddel in reisformaat toe, zodat ik, indien nodig, de was kan doen en lichter kan inpakken. Dat is een praktisch idee. Als u onderweg de was kunt doen, hoeft u niet veel extra kleding mee te nemen. Tot slot heb ik een fotocopie van belangrijke documenten, zoals mijn paspoort en reisverzekering, in geval van nood. Dat is een slimme voorzorgsmaatregel. Kopieën hebben kan handig zijn als u de originele kwijtraakt. Bedankt voor alle suggesties. Ik voel me nu beter voorbereid en georganiseerd voor mijn reis. Les 16. Winkelen in kringloopwinkels. Hey Anna, je zult mijn geluk niet geloven. Ik heb onlangs een aantal geweldige items gevonden in een tweedehandswinkel. Hallo John. Dat is fantastisch. Winkelen in een kringloopwinkel kan een schattenjacht zijn. Wat heb je gevonden? Ik kwam een vintage lerenjas tegen in perfecte staat. Het is zo'n cool en uniek stuk. Dat is ongelofelijk. Kringloopwinkels hebben vaak verborgen pareltjes die je nergens anders kunt vinden. Precies. En het mooiste is dat de prijzen veel lager zijn in vergelijking met het kopen van een nieuwe. Het is budgetvriendelijk. Dat is een groot voordeel. Door in een kringloopwinkel te winkelen, kunt u geld besparen en toch stijlvolle artikelen vinden. Ik vond ook een prachtig vormgegeven houten salontafel. Het geeft een vleugje karakter aan mijn woonkamer. Wauw, dat is indrukwekkend. Spaarzame meubelstukken kunnen een unieke charme aan uw interieur geven. Absoluut. Het is een duurzame manier om je ruimte in te richten en afval te verminderen. Winkelen in kringloopwinkels is niet alleen voordelig, maar ook milieuvriendelijk. Het is een win-win situatie. Ik ben het daar helemaal mee eens. Het geeft voldoening om tweedehands spullen een nieuw leven te geven en bij te dragen aan een circulaire economie. Heb je tijdens je bezoek aan de kringloopwinkel interessante boeken of vinylplaten gevonden? Ja, inderdaad. Ik heb een aantal klassieke romans en albums ontdekt die ik altijd al heb willen lezen en beluisteren. Kringloopwinkels zijn een schatkamer voor boekenwormen en muziekliefhebbers. Je weet nooit wat je zult vinden. Absoluut. Het is alsof je op schattenjacht gaat, op zoek gaat naar verborgen pareltjes tussen de schappen. Ik heb gehoord dat sommige kringloopwinkels zelfs hun opbrengsten doneren aan goede doelen. Het is een geweldige manier om de gemeenschap te steunen. Dat is geweldig. Het voegt nog een betekenislaag toe aan het winkelen in kringloopwinkels. Winkelen in een kringloopwinkel kan ook een leuke activiteit zijn met vrienden. Je kunt samen op ontdekkingstocht gaan en spannende vondsten delen. Zeker, het is een avontuur en je weet nooit wat je zult ontdekken. Het is ook een geweldige manier om een band op te bouwen met vrienden. Ik moet echt beginnen met winkelen in de kringloopwinkel. Het klinkt zo leuk. En ik hou van het idee om unieke items te vinden. Je moet het zeker eens proberen. Het is een ervaring die zowel leuk als lonend is. Ik zal. Bedankt voor het delen van je tweedehands winkelvondsten. Het heeft me geïnspireerd om deze opwindende wereld van tweedehands schatten te verkennen. Je bent van harte welkom. Veel winkelplezier in de kringloopwinkel. Ik hoop dat je een aantal geweldige items vindt om aan je verzameling toe te voegen. Les 17. Nieuwe gerechten proberen. Hallo Anna, ik heb gisteravond dit nieuwe restaurant geprobeerd en ik moet het je aanbevelen. Hallo John, dat klinkt geweldig. Ik ben altijd in om nieuwe plekken uit te proberen. Wat voor soort keuken is het? Het is een Mexicaans restaurant en het eten was geweldig. De smaken waren zo levendig en heerlijk. De Mexicaanse keuken staat bekend om zijn gedurfde smaken. Ik vind het heerlijk om verschillende gerechten te proberen. Was het pittig? Sommige gerechten hadden een vleugje pit, maar ze hadden ook mildere opties. U kunt kiezen op basis van uw voorkeur. Dat is goed om te weten. Ik hou van een beetje hitte, maar ik kan niet tegen extreem pittig eten. Ze hadden verschillende opties, dus je kunt zeker iets vinden dat bij je smaakpapillen past. Dat is geweldig. Ik waardeer restaurants die geschikt zijn voor verschillende kruideniveaus. Een gerecht dat ik ten zeerste aanbeveel, zijn de rundvleestako's. Het vlees was mals en de tappings zorgden voor een vleugje frisheid. Taco's zijn altijd mijn favoriet. Ik zal ervoor zorgen dat ik de rundvleestako's probeer als ik het restaurant bezoek. Een andere aanrader is de guacamole. Het was zo romig en smaakvol, perfect met de knapperige tortilla chips. Ik ben dol op guacamole. Het is een klassiek Mexicaans voorgerecht. Die ga ik zeker ook bestellen. Als hoofdgerecht had ik de enchiladas. Ze waren kaasachtig en zaten boordenvol hartige smaken. Enchiladas klinken heerlijk. Ik zal ze toevoegen aan mijn lijst met gerechten om te proberen als ik daarheen ga. Vergeet niet om ruimte vrij te houden voor het toetje. De churros met chocoladesaus waren de perfecte zoete afsluiter van de maaltijd. Churros zijn onweerstaanbaar. Ik zal ervoor zorgen dat ik na mijn maaltijd wat churros eet. Bedankt voor de aanbeveling. Je bent van harte welkom. Ik ben blij dat je het leuk vindt om het te proberen. Ik weet zeker dat je van de ervaring zult genieten. Nieuwe gerechten proberen is altijd een avontuur. Het is een geweldige manier om verschillende culturen te ontdekken door middel van eten. Absoluut. Eten brengt mensen samen en opent deuren naar nieuwe ervaringen en smaken. Ik kan niet wachten om het Mexicaanse restaurant te bezoeken dat je hebt aanbevolen. Het klinkt als een fantastische eetervaring. Ik weet zeker dat je een geweldige tijd zult hebben. Geniet van je maaltijd en proef alle heerlijke smaken. Bedankt. Ik laat je weten hoe het gaat. Ik waardeer je suggestie. Ik ben benieuwd naar je ervaringen. Eet smakelijk. Les 18: Ervaring met de sportschool thuis. Hé hey Anna, heb je ooit overwogen om een home gym op te zetten? Het is een doorbraak. Hallo John, dat is waar. Ik had nooit gedacht dat ik thuis een sportschoolervaring zou kunnen hebben. Vertel me er meer over. Nou, met de juiste apparatuur kun je trainen wanneer je maar wilt, zonder dat je naar een sportschool hoeft te gaan. Dat klinkt handig. Wat voor soort apparatuur zou je aanbevelen voor een home gym? Een paar essentiële zaken zijn halters, een yogamat, weerstandbanden en misschien een springtouw. Het hangt af van je fitnessdoelen. Dat lijken veelzijdige apparaten. Je kunt er verschillende oefeningen mee doen. Absoluut. Je kunt krachttraining doen met halters, yoga beoefenen op de mat en weerstandbanden gebruiken voor weerstandsoefeningen. Het is geweldig om opties te hebben voor verschillende soorten trainingen. Welke andere voordelen biedt een homegym? Een groot voordeel is de flexibiliteit om op elk gewenst moment te sporten dat paast bij uw schema. U hoeft niet meer te wachten op machines in de sportschool. Dat bespaart veel tijd. Je kunt je trainingsroutine aanpassen aan je dagelijkse routine. Een ander voordeel is privacy. Sommige mensen voelen zich prettiger om te trainen in de privacy van hun eigen huis. Ik begrijp dat dat aantrekkelijk zou zijn, vooral voor degenen die zich bewust zijn van het sporten in het openbaar. Bovendien hoef je je tijdens de piekuren geen zorgen te maken over het pendelen naar de sportschool of het omgaan met drukke ruimtes. Dat is waar. Het elimineert de reistijd en stelt u in staat uw trainingstijd efficiënter te gebruiken. Het creëren van een home gym hoeft ook niet duur te zijn. Je kunt beginnen met basisuitrusting en geleidelijk uitbreiden. Dat is goed om te weten. Het maakt het toegankelijker voor mensen met een beperkt budget. Je kunt ook online trainingsroutines en tutorials vinden om je te begeleiden bij je thuistrainingen. Er is een schat aan bronnen online beschikbaar die je kunnen helpen bij het opstellen van een persoonlijk trainingsplan. Bovendien kun je je favoriete muziek harder zetten of trainingsvideo's volgen om jezelf gemotiveerd te houden. Muziek en trainingsvideo's kunnen zeker een extra element van plezier en motivatie toevoegen aan je thuistrainingen. Absoluut! En met de juiste mentaliteit en toewijding kun je vanuit je luie stoel je fitnessdoelen bereiken. Het is inspirerend om te weten dat een home trainer zoveel gemak en flexibiliteit kan bieden om fit te blijven. Het is een fantastische investering in je gezondheid en welzijn. Je hebt alles wat je nodig hebt binnen handbereik. Ik heb er nooit aan gedacht om thuis een sportschoolervaring te hebben, maar nu overweeg ik het. Bedankt voor het delen. Je bent van harte welkom. Als je besluit om een home gym op te zetten, ben ik er om je te helpen met eventuele tips of aanbevelingen.